Goed, dames en heren. We gaan vandaag een mooi huis bekijken aan de Holsik S in Enschede. Leuk huis, 2006 gebouwd. We komen via de hal hier binnen in de woonkamer, zoals u ziet. Wat wel heel leuk is, is dat je van beide kanten het licht naar binnen ziet schijnen. We hebben hier de woonkeuken. Je ziet ook dat de afwerkingstaat van het huis gewoon top is. Je ziet gewoon een heel mooi keuken. Uitrusting met een granieten blad erop. Alle gewenste apparatuur zit er eigenlijk in. Kortom, ja, gewoon perfect afgewerkt. De eetkamer. Wat het leuke hiervan is, is hierachter zit een kantoor. Dus je kunt het ook nog als een soort vergaderzaal gebruiken. Het kantoor, ook goed qua maatvoering. Mooie plek om te werken. Wat literatuur wat uitgestald kan worden. Je ziet de tuin er heel mooi omheen liggen, ook uiteraard onder architectuur aangelegd, net als het huis. En wat zijn nou de unieke punten van deze woning? Nou, ik denk dat je moet allereerst beginnen met de locatie. De locatie is hier gewoon goed, Holsik S. De S is gewoon gewild, het zijn mooie ruime woningen, echt leuke huizen ook. Goed van architectuur, goede uitvoering. Gewoon kwalitatief hoogwaardige materialen die verwerkt zijn. We hebben het hier over een huis met een vraagprijs van bijna 6 ton. Ja, dat 600.000 klopt. Euro. Dat klopt. Hoe hard lopen deze woningen nou in Enschede? Nou, je merkt dat het behoorlijk begint te lopen nu. De laatste weken merken we toch dat bij ons kantoor wel een aantal woningen boven de 5 ton inmiddels weer verkocht worden. En dat is wel heel leuk om te zien natuurlijk, dat je langzamerhand die doorstart krijgt in die markt. Ja. Dat ook het hogere segment goed aan boord komt. U heeft een eerste indruk kunnen krijgen van deze woning. En morgen bent u van harte welkom tijdens de NVM Open Huizendag van 11 tot 3 uur 's middags. We zien u graag.